We staan hier voor het werk van Efrat Zehavi, The Siren. Wanneer heb je dit gemaakt? De werk is van 2007. Was de beeld van de, in de keramieke centrum in Den Bosch gemaakt. En de video gewoon thuis. En waarom wilde je een beeld en video bij elkaar verenigen? Nou, de idee of de voorstel toen ik ging naar het keramieke centrum was matter en non-matter. So, hoe combineer ik virtueel video, licht en met echte materiaal met elkaar? En dit contrast tussen de twee. En was dat het uitgangspunt voor het werk of zit er nog meer achter? Het achterpunt van het werk is altijd mijn eigen leven. So, het was toen mijn woonkamer. En je ziet in de video mezelf met de ochtendjas en de vis, in de viskom. En, ja. En wie is die meneer dan die schreeuwt? De meneer is misschien de man in mijn leven. Misschien? Waarschijnlijk wel. Ik beschouw mijn leven altijd als een sprookje. So, het is een beetje zoals de siren. Je hebt hier eigenlijk twee vrouwen en een man. De witte vrouw en de zwarte vrouw, dit is de vis. Waarom schreeuwt de man dan? Ja, het is, hij wilde zingen eigenlijk. Maar zoals in de sprookjes of in leven, je betaalt altijd iets. Je wil iets en je moet iets betalen, toch? Zoals de sirene, dat wilde mooi benen en moest haar stem geven. So, en wat wil de man dan? Ja, dat weet ik niet precies. Maar ik denk dat de hele scène een soort van fantasie. Maar ik weet niet of het de fantasie van de man of fantasie van de vrouw. Wie zit in de gedachten van wie? Zou het ook zo kunnen zijn dat de vrouw in keramiek zou zijn en de man in de video? Want ik weet dat je vaak beeldnissen van een man in je werk 3D creëert in klei of in keramiek. Nou, ik dacht het nooit bewust aan, maar ik denk dat het soort van, de man is soort van, de heeft de eeuwigheid, een soort van stabiliteit. En de vrouw is de bewegende figuur, een soort van yin en yang.